Willem, een belangrijke dag. Allerlei mensen uit de Tweede Kamer en andere belangrijke mensen komen naar Nieuwland. Wat willen jullie hem met name laten weten? We willen laten weten dat we met een hele grote groep vrijwilligers goed bezig zijn. En we kunnen leuke projecten organiseren. En de vrees is dat door alle bezuinigingen die er al zijn en nog komen, dat veel minder gaat worden. Ja. Wat ga je nou precies doen? Wat ga je vragen om geld? Ga je laten zien wat jullie allemaal doen? We gaan in ieder geval niet demonstreren. Het is de bedoeling dat we de mensen op de hoogte gaan brengen van al het goede werk wat we doen in de wijk. En dat ze daar vooral mee door moeten gaan. En dat het met de bezuinigingen die gaan volgen stop gaat zetten waarschijnlijk. Ja. Nou weet je wel dat er moet flink bezuinigd worden. Hoe groot acht je dan de kans dat zo'n rondleiding als dat er vandaag gaat gebeuren toch nog impact heeft? Nou, het besluit is min of meer eigenlijk al genomen. Maar desondanks willen we toch laten zien dat ze misschien het besluit moeten heroverwegen. Ja. Nou, is op het ogenblik, we zijn op het Dreesplein, veel vrijwilligers actief. Hoe zie jij die toekomst wat dat betreft? Een vrijwilligerscentrum of een centrum wat alleen maar geleid wordt door vrijwilligers? Nou, dit is eigenlijk nu al vanaf 1 januari jongsleden zover, omdat er een hoop mensen zijn ontslagen, vaste krachten. En het wijkcentrum draait eigenlijk alleen nog maar op vrijwilligers. En als die wegvallen, dan valt misschien het hele wijkcentrum binnenkort weg. Ja. Wat is het programma voor maandag? Programma. Er gaan in 4 verschillende groepen gaan ze door de wijk lopen. Zoveel mogelijk Kamerleden hebben we benaderd. En we hopen ook dat die gaan komen. En dan krijgen ze een heel ochtendvullend programma eigenlijk. Ja, en waar bestaat het programma? In verschillende groepen wordt er aan verschillende aandachtspunten aandacht besteed. En die mensen die gaan door de wijk lopen, krijgen een coach mee, een begeleider mee. En daar wordt verteld en er wordt laten zien aan die mensen wat we bereikt hebben de afgelopen jaren. Ja. Nou is Nieuwland, ik denk al een jaar of 12, 13 volop in de picture. Er is heel veel aandacht aan besteed. Er zijn meer wijken in Schiedam. Hè? Oost is een zorgelijke wijk, maar ook de noordelijke wijken. Woudhoek, Groenhoord gaat zorgelijk. Heb je het gevoel dat je er heel hard voor jezelf op moet komen als wijk? Ja, ik denk dat iedere wijk zijn uiterste best moet doen inderdaad om voor hun wijk op te komen. En dat geldt inderdaad voor meerdere wijken. En wij doen dat in dit geval voor Nieuwland. Wat is nou uiteindelijk de boodschap die je al die bezoekers mee gaat geven? Ik hoop dat ze ervan overtuigd worden dat we met investeringen van hun kant mooie dingen hebben gerealiseerd. En dat we dat willen blijven doen. Maar dat valt en staat natuurlijk met subsidies. Nihal, goedemorgen. Goedemorgen. Welkom in het programma. De wijk Nieuwland. Je bent daar heel druk aan het werk. Je bent ermee bezig als vrijwilligster. Wat doe je daar precies? Ja. Ik zit in de buurt aan sommige activiteiten. Die activiteiten is heel belangrijk. Tegenkomen de eenzaamheid en isolementen. Daarom in deze buurt, die activiteiten is echt belangrijk. Ja. Stel je voor, 10 vrouwen schildercursus krijgen. Misschien volgende keer wordt 20. En 20 vrouwen yogacursus krijgen. Misschien volgende keer dubbelen. En 80 vrouwen wandelen 3 keer per week. En eetbaar balkoncursus. Derde jaar, deze jaar, misschien 50 mensen cursus krijgen.